Maar dus mijn stage verloskunde is zodanig meegevallen. Ik heb 67 bevallingen mogen doen als student. Op 1 maand tijd. Ik heb toen ingezien dus hoe vrouwen vernederd waren en verplicht waren om te liegen om correct te worden behandeld. En dus het is de Stichting Willy Peers veel meer, sorry dat ik het zeg, neem me niet kwalijk, dan gelijk welke feministische beweging of gelijk welke politieke partij. Het is die Stichting Willy Peers die de strijd heeft gecoördineerd en die gemaakt heeft dat 5 jaar en 3 maanden later de wet is veranderd. En ja. Het aantal was in de vroege jaren 60 was het nog een 50-tal vrouwen ieder jaar. De gekende uitdrukking de engeltjesnaakster. Ja. Nee. Als natuurlijk geheim gehouden. U beseft hopelijk, u beseft, want u is een grote filosoof. En u is gewoon van naar de wereld te kijken, dus u beseft allebei dat de Meetse corporatie oerconservatief is. Hè? In grote mate uit lafheid. Om hem niet te noemen Michel Thierry in Gent, prof verloskunde. En dus heeft hij mij gezegd, ik wil niet dat er aan politiek gedaan wordt in mijn dienst. Daarop had ik geantwoord. Meneer Thierry, geneeskunde is politiek. Ik ben de vaakst veroordeelde Belgische arts voor abortuszaken. We zijn gegaan voor een van de zaken tot in Straatsburg voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens, die ons geen gelijk heeft gegeven. En daar ben ik nog ziedend kwaad voor. Hè. Ik ben nog steeds ziedend kwaad. Iedere klacht met betrekking tot abortus aanleiding gaf tot vervolging. Terwijl dat in Luik de prof René Nabot, vrijmetselaar, tot een vergelijk was gekomen dat er nooit geen vervolging zou komen. En dus er werd nooit vervolgd in die twee provincies, maar in de provincie Brabant. Altijd. Dus willekeurig. Voilà. Dus. Straatsburg. Wou het niet weten. Dus ik ben nog ziedend kwaad. En ik schrijf daarover. Ja, maar het is, er is ook een aantal landen waar de wet meer mogelijkheden biedt op het vlak van degelijke abortushulpverlening. Nu, neem maar Ierland. Ik ben daar volledig voorstander van. Dus een reeks ongunstige factoren die maken dat de vrouw niet tijdig vaststelt of niet tijdig haar beslissing neemt dat ze wil geaborteerd worden. Niet zegt dat de zwangerschapsafbreking na 2 dagen moet gebeuren. Men zegt alleen minimum. Wat heb ik gezegd? Adopteren heb ik toch wel gezegd. Hè? Ja, ja. Niet adopteren. Dus een eerste controlebezoek is steeds aangeboden, maar of dat er daaraan gevolg wordt gegeven, nee, in een aantal gevallen niet. Hè. Vooral de allochtonen komen niet terug. Hè.